Er wordt zo makkelijk gezegd, de prostitutie die is slecht en keurt het af. Gewapend met een zelfgeschreven strijdlied en meer dan 22.000 handtekeningen kwamen leden van het Monsterverbond vandaag aan bij de Stopera om nog maar eens duidelijk te maken wat zij vinden van de mogelijke komst van een erotisch centrum in de stad. U bent onze burgermoeder, u bent onze beschermvrouwen. Hoor dit massale nee alsjeblieft. Het is heel erg lief van onze burgemeester om met iedereen in gesprek te willen blijven. Maar we willen het gewoon niet. Maar dacht je nou echt dat ik in de loop van deze bijeenkomst nog twijfelde aan jullie standpunt? Het Monsterverbond bestaat uit uiteenlopende organisaties. Van voetbalclubs tot de eihallen en van hotels tot aan onderwijsinstellingen. Het zijn eigenlijk organisaties en mensen die elkaar normaal gesproken niet eens kennen, maar al helemaal niet. Samen praten over de wallen of over prostitutie. Sekswerkers zorgen niet voor onveiligheid, nog doet hun cliënten dat. De sfeer op de wallen wordt bepaald en beheerst door hele grote groepen toeristen die wij niet willen verplaatsen. Ik denk dat dit niet de oplossing is. In mijn opinie ook niet eens een verplaatsing van problemen, maar een extra probleem wat je creëert. En dat moet je niet willen. Sekswerkers die nu op de wallen werken, die geven aan niet in een erotisch centrum te willen werken en op de wallen te willen blijven werken. En eigenlijk ben ik dan al klaar met discussiëren, want dat is de stem waar het voor mij om gaat. U snapt wel dat hoe het nu gaat, dat het niet langer door kan, toch? Absoluut. Het is een onhoudbaar probleem op deze manier. Maar je lost het gewoon niet op door iets anders ergens anders te gaan creëren. Dat los je niets mee op hier. Het plan van het Monsterverbond is om het geld dat geïnvesteerd zou worden in een nieuw erotisch centrum te gebruiken om de wallen leefbaarder te maken. Tot nu toe heb ik nog geen levensvatbaar alternatief gehoord. En ik wil daar ook niet omheen draaien. Ik hoop dat de burgemeester een beetje onder de indruk is van die hele grote groep en het grote aantal handtekeningen dat we hebben verzameld. Natuurlijk, dat zou raar zijn als dat geen indruk op me zou maken. En het zijn ook allemaal betrokken Amsterdammers. Amsterdammers die ook mee willen denken over een oplossing. Dus dat is geweldig. Het college verwacht eind oktober met een voorstel over de definitieve plek te komen. Daarna moet de raad er nog over besluiten.